Minister Graca Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft vorige week districtscommissaris Yvonne Pinas gevraagd extra aandacht te besteden aan de aanpak van de weg naar Nieuw-Jacob Kondré. Deze weg is na de regenval van de afgelopen maanden in een zeer slechte staat geraakt. De weg wordt sinds 17 augustus aangepakt. Het wordt voorzien van een verhardingslaag die het begaanbaar moet maken voor vooral de lokale bewoners. Door de staat waarin de weg verkeerde was het namelijk niet toegankelijk voor de meeste bewoners. De minister heeft in overleg met de DC besloten de weg tot nader orde af te sluiten voor gebruikers van zwaar materieel, omdat deze groep de meeste schade aan het wegdek richt. De weg naar Nieuw-Jacob Kondré is dankzij de aanpak nu weer begaanbaar voor personenauto's.